eind 2019 waren de loodleidingen ineens heel erg in de media. En toen dachten wij, hé, wij wonen in een huis dat van, ik geloof, 1890 of zo is. En toen zijn we gaan kijken in het trappenhuis. Nou, zagen we al vrij snel dat daar nog loodleidingen zaten. Dus toen zijn we gaan testen om te kijken wat het was. We hebben het aangegeven bij verhuurder en dus die test gedaan. Het gaat toch om de gezondheid van je kind. In eerste instantie stond zij daar niet onwelwillend tegenover, zei ze. Maar hoe langer het voortsleepte, dus toen we eigenlijk een installateur gingen benaderen om hier te komen kijken, onderzoek te komen doen, werd ze ineens heel terughoudend en wilde ze ineens de leidingen niet meer vervangen. Het ging echt alleen om het trappenhuis, dus dat was vrij simpel te verhelpen. Op een gegeven moment heb je de hulp van wonen ingeroepen. Ja. En hoe is dat gegaan? Ja. Nou, eerst dachten we het dus zelf op te lossen met de verhuurder. Maar toen dat niet lukt, zijn we gaan denken aan wat kunnen andere stappen zijn. Want je wil ook niet gelijk naar een advocaat stappen. Hè? Je wil samen uitkomen. En toen ben ik gaan kijken, zijn er misschien stichtingen, organisaties die ons hierbij kunnen ondersteunen. En toen kwam ik op Stichting Wonenhuis. Ik heb gewoon gebeld en uitgelegd wat het probleem was. En sindsdien hebben zij ons eigenlijk bijgestaan en heel goed geholpen vanaf begin af aan. Ja. Het is uiteindelijk toch tot een rechtszaak gekomen. Ja, ja, in eerste instantie wil Woon natuurlijk ook gewoon bemiddelen en zorgen dat de verhuurder het vervangt. Er wil niemand zitten wachten op een rechtszaak. Dus dat hebben zij ook geprobeerd. Maar in de meeste gevallen wat ik begreep van Woon, levert dat ook wat op en kan dat net een setje vormen, zodat de verhuurder aan de slag gaat. In ons geval was dat niet zo. En omdat uit de testen toch bleek dat we rond de norm, boven de norm zaten, heeft Woon op een gegeven moment gezegd van ja, we zien eigenlijk geen heil meer in het benaderen van verhuurder, want ja, er gebeurt niks. Dus we gaan jullie aan een advocaat koppelen als jullie dat ook zien zitten. Was dat resultaat van de rechtszitting? Goed. En we hadden echt het gevoel ook achteraf van ja, zonder Woon en de advocaat en dus de rechtszaak was dit echt niet gelukt. Was dit echt niet gelukt. Wat zou je tegen bewoners willen zeggen die ook lodeleiding ontdekken? Ja. Vooral laat het er niet bij zitten. En ik denk ook dat je voor je recht moet opkomen, recht voor schoon drinkwater. Dus schakel desnoods Woon in, laat het er niet bij zitten.